Want al je kerstballen, champagne knallen, zal je na 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 en dennenballers. Het is holiday en ik ben happy! Happy holiday! Oké, jongens, even serieus nu. Ik ga een 4-gangen maaltijd maken. En ook nog eens vegan. Ik ben niet zo'n keukenprinses, dus als het mij gaat lukken, dan lukt het jou sowieso ook. Doe je met me mee? Als hoofdgerecht gaan we maken een hele lekkere kokospompoenlasagne. Dus ja, daar begin ik dan maar mee, hè. We koken inductie. Oh, hij gaat spontaan uit. 3. En hij gaat weer uit. Ik geef hem gewoon heel even zijn momentje. Oeh, dat is een beetje veel. Misschien vraag je je af, hoezo begin je in godsnaam met het hoofdgerecht? Maar dat is omdat we dit dadelijk allemaal nog in de oven gaan doen. Ik zeg de oven, maar het is natuurlijk de airfryer. Kokosmelk met de pompoen. Het water met het bouillonblokje. Doen we allemaal in de blender. Jee, het gaat zo goed! Het gaat zo goed! We gaan maken linzen champignonsoep. Hoppa! Oké, jongens, dit gebeurt natuurlijk ook gewoon thuis. Maar focus, herpakken we weer en dan gaan we weer. We pakken de champignons. Die bak je heel even 2 minuutjes mee. En terwijl we wachten, doe ik even een serenade. Oh, this is Christmas. En ik weet de tekst niet. Ik ben eigenlijk helemaal tevreden. Dus wat hebben we nou? We hebben water met bouillonblokje. We hebben champignons, spinazie, ui, knoflook. En we hebben linzen. En dan gaan we allemaal in de soepmaker knallen. Dit is ook een nieuw iets voor mij. Tangen. Jongens, jongens, wie heeft bedacht dat ik een 4-gangen diner ging maken? Zetten we deze topper erop. Nou, die soepmaker die doet gewoon zijn ding. En ondertussen gaan wij met het volgende gerecht beginnen. We hebben een heel lekker tussengerechtje. Een bloemkool biefstuk. En dan denk je misschien, het is toch vegan? Ja, het is ook vegan. Dus we hebben hier een bloemkool. En die snij je dan zo. Dit vind ik nou echt de allermooiste. Dus daarmee ga ik werken. Ik ga hem lekker even insmeren met knoflook. Je kan het er ook gewoon tussen vroeten. Beetje zout, beetje insmeren ook met kokosolie. Ja, en wat zou dit zijn? Nou, als je dan denkt, ik heb hem mooi versierd, dan stoppen we hem in de airfryer. Nou, we zijn lekker bezig. De stoom komt gewoon af van de soep. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die er dadelijk uitziet. We gaan de lasagne gaan we opbouwen. Jezus. Dus we beginnen eerst even met een laagje van het pompoenmengsel. Past niet. Dan gaan we deze in de airfryer zetten. Dus je creëert eerst even een bodempje van het fruit. We zetten de kookplaat weer aan. Kokosolie. Havervlokken. Oh jongens, dit wordt toch een gezellig kerstmaal. En als je dan nog geen liefje hebt, dan zou ik zeggen, stuur die Tinder date een berichtje en zing even Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Dit gelijkmatig verdelen. Oké, het dessert gaat er in ieder geval in. Ha! Ik ga eens kijken wat deze soepmaker heeft gedaan. Dit ziet er toch verrukkelijk uit. De soep. Ja, dit is ook, ziet er goed uit. Dit is de vegan lasagne. Kijk nou. Dit ziet er toch mooi uit? Wanneer je dit eet, dan hoef je echt geen vlees meer. Ik heb gewoon mezelf overtroffen. Nou, deze ook klaar.
hopsatee. Het is gewoon gelukt. Het is zelfs mij gelukt. De crumble. De lasagne. De soep. En de biefstuk. De niet super keukenprinses. Die kan gewoon een 4-gangen vegan menu maken. Dus jij kan dit ook. Alle recepten gaan we delen op Women's Health. En dan wens ik je een hele, hele, hele fijne kerst. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, baby, jingle bell. La 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 la. Ik ben helemaal kapot.